zal ook getest worden in Bahrein, 3 dagen slechts. Kun je al een kleine voorspelling maken hoe jij naar het komende Formule 1 jaar kijkt? Nou, het is natuurlijk is heel erg moeilijk. De voorspelling kan ik maken als de qualifying met de eerste race geweest is. En ik ben toch bang dat Mercedes altijd nog een beetje in huis heeft. Meer in huis heeft dan de rest. Dus ik voorzie toch dat weer het team is om te verslaan. En ja, daarna, we hopen natuurlijk allemaal dat Max de beste auto heeft. Natuurlijk ook nog wel even een ding. Honda stopt ermee. En je moet natuurlijk wel die mensen allemaal bij elkaar weer zien te krijgen. De expertise om Max toch weer van de beste, of in ieder geval gelijkwaardige motor te voorzien. Zie je hem vertrekken bij Red Bull, mocht dat niet lukken om een competitieve auto te maken? Ja, er zijn natuurlijk, kijk, contracten zijn om te verbreken, want anders hadden we ze niet hoeven maken. Dus ik denk dat zomaar zou kunnen gebeuren. Maar ja, er moet wel ergens een plekje zijn natuurlijk. Er is daar niet ook gedurende het seizoen natuurlijk geen stoelendans mogelijk. Dus ja, Max moet even het seizoen uitzitten. Als het niet goed mocht gaan. En ja, dan kom je natuurlijk weer in 22. Dan hebben we weer een beetje reglementsveranderingen. Weer even dit, even dat. Dus ja, het is allemaal een beetje in de glazen bol kijken. En toch moeilijk te voorspellen. Ja, die glazen bol vind ik toch altijd leuk om te doen. Om zo te kijken. Ja, ik weet niet. Ik durf mijn geld nu nergens op te zetten als ik moet wedden. Wat verwacht je zelf van? Want dit seizoen zijn er weinig regelwijzigingen. De vloer is anders, de aerodynamica is iets anders. Maar verwacht je dat er veel verandert ten opzichte van vorig jaar? Nee, eigenlijk is dat weinig veranderd. En ja, dat kan je voordeel, dat kan je nadeel zijn. Je ziet natuurlijk dat ze willen de andere teams... maar is mijn race rond, sorry. Hey, stoppen. Je ziet natuurlijk dat de mindere teams wat langer in de aerodynamica kunnen werken. Dus dat is natuurlijk heel prettig. Want dat is een dure kwestie ook. Dus aan de andere kant zijn we er vaak geen geld voor. En niet een eigen windtunnel. Dus, maar dat kan nog wel eens een stukje voordeel zijn. Zeker op termijn. Ja, de Formule 1 heeft besloten om de komende 3 jaar de motoren te bevriezen. Goed voor Red Bull, maar is het ook goed voor de Formule 1? Ja, dat is natuurlijk. Dat bevriezen van die motoren is eigenlijk wel goed. Mits Mercedes niet zo snel was. Want als we het echt bevriezen en 100% bevriezen. Ja, dan is dat best wel even lastig. Stoppen jij? dus ja, dat moeten we eventjes natuurlijk aanzien. Maar ik weet niet of dat voordeel of nadeel voor de andere teams is. Stop. Dat wil hij dat ik dat gooi.